Jawel, jawel, tuurlijk wel. Ja, je ziet ons niet, want wij werken liever achter de schermen. Kijk, bedankt, Twan. Dankjewel, Twan. Dankjewel, Twan. Dankjewel. Twan, niet te houden. Hey, Twan. Ik ben incognito ergens, dus ik moet even heel stiekem jou een berichtje sturen. Maar jij weet dat ik als consul veel contact met jou gehad heb. En nou heb ik gehoord dat jij afscheid gaat nemen van de Krabbedonkse carnavalgebeuren, zal ik maar zeggen. Nou, ik wou jou even laten weten dat ik altijd met veel plezier contact heb gehad met jou. En ik hoop dat het in de toekomst met jou ook goed gaat. Maar ik kan niet hard praten, want ik mogen het hier niet horen. Maar ik wens jou heel veel succes in jouw verdere loopbaan. Want ik heb gehoord dat jij ontzettend druk gaat worden met de politiek. En dat is zeker zo belangrijk als bestuurslid van Krabbedonk. En ik hoop dat jij een waardevolle opvolger krijgt. Want ze zullen de stinkende best moeten doen. Willen ze jou evenaren? Nou kerel, het gaat toch goed? En we spreken elkaar nog wel. Sst. Beste Twan, als presenterend wens denken we vaak terug aan de 44 jaar bestaan van Krabbedonk. Het jaar waarin we samen presenterend mochten zijn. Iets wat nog nooit in de geschiedenis van Krabbedonk was voorgekomen. Je bent zelf ook adjudant geweest, dus je weet wat het is om het carnavalseizoen over Krabbedonk te mogen regeren. We kunnen terugkijken op een mooi jubileumjaar met vele hoogtepunten. Zoals de jubileumreceptie, het carnaval, maar ook de fietstocht die ter gelegenheid van het 44-jarig bestaan van Krabbedonk was georganiseerd. En waarbij we nog eens een keer langs alle oude kroegen gingen. Een fantastische tijd en samenwerking met alle clubjes, maar zeker ook met de koepel waar jij als voorzitter vele jaren de scepter hebt gezwaaid. Wij willen als Prins Twins jou bedanken voor alle support en prettige samenwerking gedurende het 44 jaar bestaan van Krabbedonk. Twan, ga nu genieten van je extra vrije tijd en zodra het weer kan, zullen we hier zeker nog een keer een biertje opdrinken. Het gaat je goed. Groeten van Prins Twins. Piep. Beste Twan. In de Dungen ben je bekend van de lokale radio en tv, van de regionale radio en tv, van de provinciale radio en tv en natuurlijk van de landelijke radio en tv. Maar zeker ben je ook bekend van de Krabbedonkse evenementen, de blogs, de vlogs en de vele streams. En daarnaast was je ook nog eens een keer voorzitter van de Krabbedonkse koepel. Je hebt in jouw zittingsperiode als commissaris van de Prins van Krabbedonk nog meer kleur gegeven aan Krabbedonk. En daar bedank ik jou heel hartelijk voor. Twan, een afscheid met een traan, maar zeker ook met een lach. Want ik ga ervan uit dat als Krabbedonk uiteindelijk weer losgaat en de tent is weer opgebouwd, dat we elkaar zeker heel vaak zullen gaan ontmoeten. Nogmaals bedankt dat je de afgelopen jaren dat hele, laat ik maar zeggen, gezelschap goed hebt weten te managen. Nou, hier liggen we dan, hè? Maar waarom liggen we hier eigenlijk? Nou ja, Fried vroeg of wij een liggend filmpje voor Twan wilden opnemen. En als ze dat vragen, Twan, voor jou. Dan doen we dat. Dan doen wij dat. En het is niet vermoeiend zo. En weet je, er zijn meer van dit soort bedscènes. Oh, dat is van die muzikant. Ja, ons lievelingsliedje. Ja. Als je goed luistert, dan horen we het liedje spelen. Dat is ons lievelingsliedje, Twan, speciaal voor jou. En Twan, je hebt al jaren goed best gedaan voor de carnaval. En dat zullen we waarschijnlijk ook wel blijven doen. Dus hartstikke bedankt. Dat willen wij bij deze even zeggen. En ik zeg bij deze, geen afscheid, maar gewoon hallo schat. Want dat blijven we tegen elkaar zeggen. En nog veel plezier. Hey Twan, ik wilde het eigenlijk vanuit de Amstwoning in een bos doen. Maar uiteindelijk heb ik het gedaan uit mijn buiten hier in een Dungen.
ambassadeur van Den Dunge in Den Oeteldonk. Het gaat eigenlijk om jou. Ik wil je bedanken voor alle inzet, voor alles wat je gedaan hebt voor de afgelopen jaren in Krabbedonk. Helemaal top. Jammer dat je weggaat, maar we hopen je nog vaak te zien. Is het in Krabbedorp of gewoon bij ons of ergens anders. En laten we snel een keer samen met Huub een keer een biertje drinken of een chocomelletje. En veel succes met alles. Ik heb nog een klein Oeteldonks nummertje wat denk ik op jou slaat. Dat ga ik nu eventjes inzetten. Wonder, daar ben je. Ben ik bij jou, ben ik bij vrienden, dan ben ik anders. Dag lieve mensen. Er is ons gevraagd iets te zeggen over Twan. Ja, Twan. Ja, dat doet hij. Dat doet hij allemaal. Twan is presentator, hij is archivaris, hij is producer, hij is zanger. Hij is eigenlijk, hij doet zoveel. Hij is ook nog politicus, maar ja. Wij hebben Twan eigenlijk leren kennen als begeleider van de jeugdraad, als adjudant Antoine, als voorzitter van de koepel waar wij een legendarische feestje mee hebben gevierd. En zo, ja, dat was zeer schön en zeer geil om met iemand zo samen te zingen. Want dat was wel legendarisch, daar hebben we veel plezier mee gehad. Hij was co-collega van jou. Ja, natuurlijk. Eigenlijk de grootste concurrent van de slechtste zangers van Dunge. Dus ja, hij is natuurlijk. En hij is natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Hij is de lievelingsbroer van Non Klaas. Maar alles bij elkaar is Twan een super, super leuke vent. En wij hopen dat naast al deze dingen die je hebt gedaan en dat je nou heb je geen officiële functie meer in Krabbedonk, maar we hopen je natuurlijk op heel veel plaatsen nog tegen te komen. Zeker, zeker. Daar sluit ik volledig mee aan. En dan hoop ik nog of we niet in een Duitse reden, ja? Overigens zijn wij super blij dat we dit weer eens een keer aan kunnen doen, hè? Woehoe! Dat was leuk. Beste Twan, je gaat afscheid nemen als voorzitter van de koepel. Als percututers willen we je bedanken voor jouw bijdrage aan het carnavalsgebeuren in Krabbedonk. Oh, en ook de samenwerking met onze carnavalvereniging, de percututers. Door jouw toomeloze inzet, creativiteit en inspiratie is carnaval uitgegroeid tot een waar dorpfeest. En alles loopt op rolletjes, zit Krabbedonk in je hart en soms ook achter te verren. Als carnavalvereniging deden we nooit te vergeefs een beroep op jou. Of het nu ging om de medewerking van de koepel, een optreden van niet te houden, of het op tijd afsluiten van carnaval op de dinsdagavond, waar we nog wel eens discussie over hadden. Het is jammer dat we als oudste carnavalvereniging afscheid van je moeten nemen als voorzitter. Maar er komt nog een moment waarop we dat persoonlijk met je kunnen doen. Twan, nogmaals bedankt voor de prettige samenwerking en hopen snel een keer bij een normaal carnaval hierop een lekker pilsje met jou te kunnen drinken. Beste Twan, jouw vertrek uit Krabbedonk zal echt als een aderlating kunnen worden beschouwd. Jij was toch een van de smaakmakers, een van de gezichten van Krabbedonk en zeker binnen de koepel. We bewaren heel veel mooie herinneringen aan jou. Natuurlijk je optreden bij het Open Bloes Festival, jouw vele presentaties, jouw vele voordrachten. Maar bovenal herinneren we jou, en dat geldt ook voor Willy, mijn vrouw, van de plezierige avonden die we samen in de auto met Huub doorbrachten om de carnavalswagens te bezoeken. Het was altijd gezellig vanwege de Nederlandstalige muziek, de manier waarop jullie ook ons behandelden. We werden thuis opgehaald, we werden thuisgebracht en we hebben jou leren kennen als een zeer correcte, een zeer beschaafde, goed geklede, goed gekapte en goed gemutste persoonlijkheid. Onder alle omstandigheden. Jij kunt carnaval vieren en tegelijkertijd een gentleman blijven. En in die zin ben jij iemand die laat zien dat je op een hele
goede manier, zonder dat je per se een borrel op moet hebben of gedronken moet hebben, toch enorm veel plezier kunt beleven aan de carnaval. Een voorbeeld van iemand die het vanuit zijn hart doet en die het met heel veel plezier, maar ook met heel veel verantwoordelijkheid voor de functie die je binnen de koepel had, ook wist uit te dragen. In die zin wil ik je ook bedanken en weet ik zeker dat het heel moeilijk wordt om voor jou een goede vervanger te vinden. Hoop je nog heel vaak, niet alleen tijdens de carnaval, maar ook op andere plaatsen en bij andere evenementen in Den Dungen, in Krabbedonk tegen te komen. Dank je wel voor de altijd plezierige samenwerking. Hey die Twan, er is mij gevraagd om even jou toe te spreken en ik snap dat, want ik ben natuurlijk toch een beetje hoe gedwend of keert oer op een god. Jij gaat ermee stoppen. Na 11 jaar voorzitterschap stopte jij in uw prachtige dorpje met alle bezigheden. En als ik zo terugdenk, we hebben toch mooie herinneringen. Ik denk aan de Kromspark met de consuls, die ik ook zo ontzettend hoog heb zitten. En natuurlijk tijdens het 11 jaar bestaan van Oeteldonk was ik natuurlijk op mijn geboortegrond. We hebben nog meer gehad. Ik heb hem om, hè. Heb ik van jou gekregen. De Dassenruilplaats. We zijn vaak genoeg in Den Dungen geweest. En we hebben het goed naar onze zin gehad. En ik wil jou daar namens meneer Kees en mijn gemeenteraad heel hartelijk voor bedanken. Je gaat nou op uw lauweren rusten. Je gaat achter de geranium zitten. Waarom dat je dat doet, is mij een raadsel. Ik zou zo lang mogelijk deur gaan. Maar goed, je hebt hiervoor gekozen. Namens Oeteldonk, heel hartelijk bedankt voor uw inzet. En ik hoop dat jullie dorp tot in lengte van jaren deur gaat met het organiseren van een prachtig carnaval. En dat wij nog vaak te gast mogen zijn in jullie mooie dorpje. Ik heb het gezeten gehad. Twan, het gaat u meer dan goed. Houdoe!